Ja, wat goed dat je weer kijkt. Roos hier, de darmexpert van OrthoHealth Move. In deze video ga ik het hebben over buikpijn en darmherstel. Het gaat niet zomaar. Ja? Ik weet zeker dat als je deze video kijkt en je hebt darmklachten, dat je al lang en breed van alles hebt geprobeerd. Je hebt al iets geprobeerd in die voeding. Je hebt al iets bijgehouden in die voeding. Je hebt al een keer supplementen gebruikt. Je hebt misschien al een keer een meditatie gedaan. Je hebt allemaal dingetjes gehoord. Je bent misschien al een beetje meer gaan bewegen. Nou, hartstikke tof dat je het allemaal geprobeerd hebt, maar je bent nog niet tot je doel gekomen. En waarom? Dat komt omdat die buikpijn, je moet eerst, vind ik heel belangrijk, de oorzaak van jouw buikpijn weten. Want als je de oorzaak niet weet, ja, dan kun je wel in het luchtledige van alles gaan proberen. Je kunt wel mega veel supplementen gaan aanschaffen, maar je weet het probleem niet. Dus het is allemaal zonde van je geld. Ja? Dus het probleem moet je weten. Plus, omdat je het probleem weet, dan moet er een plan gemaakt worden om die aanpak van die darm in gang te zetten. Doe je dat niet in de goede volgorde, dan kan je dat zijn dat je in het begin denkt, nou, dit gaat wel goed, maar dat je elke keer weer een terugslag krijgt. Ja? Nou, veel mensen die bij me komen zeggen, ja, ik heb al FODMAPs gedaan en ik heb al zelf van alles geëxperimenteerd. Hartstikke leuk, geweldig dat je FODMAPs hebt gedaan en ik hoop dat het heeft geholpen. Maar als niet, als er niet de oorzaak is gekeken, als je dus niet weet, hey, verrek, er zit een ziekmakende bacterie, een parasiet of een gist, en je gaat dat niet aanpakken, dan is het hartstikke leuk dat je FODMAPs doet, maar je komt niet tot de kern. Dus je kan het hele probleem niet voldoende aanpakken. Ja? Nou, oorzaak is belangrijk, voeding is natuurlijk belangrijk, bewegen is belangrijk. Nou, maar hoe moet je dan bewegen? Hoe vaak, hoeveel doe je wel een beweging wat je leuk vindt? Want geloof mij oprecht, als jij het gelezen hebt dat bewegen belangrijk is en je bent naar de sportschool gegaan, of je dacht van nou, dan ga ik wel naar de sportschool, maar je hart ligt niet bij die sportschool. Wat doe je dan in die sportschool? Serieus, je maakt echt niet de juiste hormonen aan. Je moet iets doen qua beweging wat je leuk vindt. En dan moet het ook op een bepaalde manier gebeuren. Niet te vaak, niet te veel. Ik heb veel mensen die heel veel sporten, maar die sporten vaak net een tikje te veel, waardoor ze eigenlijk hormonaal zichzelf toch uit balans brengen. Of waardoor ze eigenlijk aan de andere kant mega veel moeten gaan eten om te zorgen dat ze in balans blijven. Want eigenlijk hebben ze zo weinig energie. Hè, moet je denken aan de samenstelling tussen vetten, koolhydraten en eiwitten. Als dat niet in balans is, dan kan je je ongans trainen. Maar geloof me oprecht, dat herstel van die darm, daar komt helemaal geen, daar kom je niet eens aan toe. Want al het energie die je überhaupt binnengekregen hebt, die gaat gewoon naar het herstel van al die spieren die jij regelmatig of misschien iets te regelmatig gebruikt hebt. Ja? Het is ook heel belangrijk, die knop draai ik zeker ook aan, is zingeving. Zit jij op je goede plek? Word je blij en gelukkig van je werk? Of denk jij op vrijdag, oh, gelukkig, het is weekend. Yes, het is weekend. Eindelijk kan ik gaan leven. Als je dat gevoel hebt, dan moet je natuurlijk gaan nadenken. Dat is waanzin. Ik bedoel, kom op. Hoezo ga je alleen maar leven in het weekend? Op het moment dat jij een baan hebt waar je elke dag van geniet. En ik kan je wel zeggen, daar ben ik zelf het levende voorbeeld van. Elke dag leef ik met passie. Het is soms zelfs sterker zo dat ik in het weekend denk, oh, ik wil zo graag dit afmaken en dat afmaken. En dan moet ik denken, nee Roos, kom op. Je gezin is ook belangrijk en die staat natuurlijk op nummer 1. En dan ga ik lekker van mijn gezin genieten. Maar ik heb zoveel plezier in mijn werk dat ik dus echt niet denk van, oh, nu gaan we het weekend leven. Ik leef elke dag en dat gun ik jou ook. Dus je zingeving is heel belangrijk. En wat ik zie in mijn traject is dat de mensen dus echt op een nieuw pad, een nieuw spoor komen. Waardoor eigenlijk, wauw, er gaat een wereld voor hen open. Hoe mooi is dat? Ja? Nou, zingeving is belangrijk. Maar ook mindset. Op het moment dat jij continu denkt, oh, ik heb zo'n pijn, ik kan niks eten, ik ben angstig. Dan heb je jezelf helemaal geprogrammeerd in het negatieve. Maar op het moment dat jij weet wat de oorzaak is en jij voelt aan van, hey, verrek, ik kom op een goed spoor. Dan ga je ook, dat moet tegelijk, je mindset veranderen. En dan kan je ook heel bewust mee bezig gaan. Dat je al het negatieve in het leven over de schutting gooit. Dat je alleen maar insteekt op het positieve. Op het moment dat je het negatieve hoort of ziet,
Hup, onttrek je ervan. Ga het positieve pakken. Moet je eens kijken wat er dan gaat gebeuren. Wat voor hormonen je gaat aanmaken. Je gaat gewoon inwendig, ga je gewoon helemaal veranderen. Hoe gaaf is dat? Nou, ontspanning is ook nog heel belangrijk om aan die knop te draaien van heb je voldoende ontspanning? Sta je wel eens uit of sta je continu aan? Ja? Dus je ziet het al, ik draai aan meerdere knoppen en dat kan je dus niet alleen doen. Want heel vaak zie je het zelf niet wat er gebeurt. Je zit er zelf in, je zit in je eigen leven en je hebt bepaalde vaste patronen. Een ander staat er buiten. Ik sta er buiten en daarom zie ik dingen dat je denkt van, hey, wacht eens even, maar is dit wel de juiste manier van leven wat je op dit moment doet? Ja, dus je ziet het, er zijn heel veel knoppen waaraan gedraaid moet worden. En daar ben ik mee begonnen met deze video. Ik heb gezegd, een darmherstel gaat niet zomaar. Nee, je moet heel veel aspecten moet je gaan aanpassen, gaan verbeteren. En het hoeft niet heel veel of heel groot, maar kleine aanpassingen kunnen er al voor zorgen dat je het goede spoor te pakken hebt en dat je van me geleerd hebt om te werken aan darmherstel. En dat je geleerd hebt om grip te krijgen op je buik, zodat je gewoon weer ongestoord, zonder enige aarzeling naar een theater kunt gaan. En dat je gewoon lekker een filmpje kan pakken, dat je uit eten kunt gaan en je hoeft niet meer na te denken van, oh, wat kan ik nou wel of niet bestellen? Je weet het. Je weet precies waar je buik goed op reageert en waar hij niet goed op reageert. Je hoeft niet na het diner met die immens opgeblazen buik te zitten. Nee, jij kunt gewoon ontspannen. Dat is wat ik jou gun. Wil jij dat ook? Kijk dan even op mijn site www.ortohealthmove.nl. Hij staat ook onder de video. En vervolgens druk je op de button gratis kennis maken. En dan gaan wij samen, als je de vragenlijst hebt ingevuld, kennis maken via het beeldscherm. Kost niks. En ik ga kijken of ik jou kan helpen. Kan ik je niet helpen, zal ik het altijd eerlijk tegen je zeggen. Ik zou zeggen, denk erover na. Zie in de complexiteit voor darmherstel, maar zie ook in dat er mogelijkheden zijn om jou rust in de buik te geven. Dat gun ik jou. Doeg!